Maatje, waar blijf je? We moeten afvaren. Ik kom, kapitein. Maar de professor, meneer, zou graag meevaren. Ja, ik hoorde van de jeugdige beer dat hij op weg gaat naar boer Dinges. Naar boertuin, ja? Ja. Nu heb ik een uitvinding die ik graag aan genoemde landbouwer zou willen vertonen. Dat kan, professor. Komt u maar aan boord. Ja, dank u. Dan zal ik even mijn uitvinding roepen. Os en draaien. Wat is dat voor een raar geval? Dat is mijn uitvinding. Kom, jeugdige beer, wij gaan aan boord. Hé, wat is dat nou weer voor een technisch verzinsel? Laat me los, plutswerk. Wat is dat voor flauwe knul? Kun je bedenken? Wat is dat voor een ontechnisch plutswerk? De vraag is, waar dient dit voor? Zet dat ding af. Laat me loslaten. U wilt dat ik het apparaat buiten werking stel? Ja, dan zal ik dat maar even doen. Zo, in orde. Niks in orde. Dat ding heeft me in mijn snuit geknepen. Waarom deed hij dat? Waarom deed hij dat? Dat is een zeer goede vraag. Even denken met het hoofd. Wacht, misschien weet de kapitein het. Ik? Hoe kan ik dat nou weten? U komt met een wat is het aan boord dat mijn bemanning knijpt en dan moet ik nog vertellen waarom? Sakras nog een toe. Wat doet dat ding nou weer? Hij geeft u een hand. Zeer juist gezien, heer Bill. Bril? Niet Bill. Mijn naam is Brilbeer. Aangenaam. Mijn naam is Knobbel, professor Knobbel. Ja, dat weten we nou zo langzamerhand wel. Maar wat we nog steeds niet weten is waar dit rare ding voor dient. Zeer juist opgemerkt, kapitein. De kernvraag is, waar dient dit apparaat voor? Even denken met het hoofd. Juist, dat ben ik vergeten. Vergeten? Sakkers nog aan toe. Zo'n verstrooide pief heb ik nog nooit meegemaakt. Maar professor, meneer, waarom wilt u dat ding aan boerteun laten zien? Aha, uitstekend, jeugdige beer, uitstekend. Juist, nu weet ik het weer. Deze uitvinding heeft iets met landbouw en veeteelt te maken. Daarom wil ik ermee naar die landbouwer. Laten we dan maar meteen afvaren. We hebben al genoeg tijd verloren met die sakkers onzin. Vooruit, maatje. Maak de trossen los. Ai, ai, kapitein. Trossen los. Volle kracht. Vooruit. Hey. Krakende krukassen. Nou zit hij ook weer aan mijn motortje. Weg! Fort om technisch prutswerk. Ik kan je hier niet gebruiken. Brilbeer, waarom stop je de motor? Dat deed ik niet. Dat ding zat met zijn ontechnische vingers aan mijn motor. Maar ik zal het machientje meteen weer aanzetten. Zo, een ding dat de motor stopt. Handen schudt en neuzen knijpt. Het zal mij benieuwen hoe boerteun dat in de landbouw kan gebruiken. Teun, daar is de berenboot. Ach ja, yeah, daar is de berenboot, dat is aardig. Ik zal gauw wat koffie zetten. Ahoy, boerteun, hoe gaat het hier? Best, kapitein, ik mag niet klagen. De kippen leggen braaf en Betsy geeft best melk.
Weg zo, Betsy. Kom jullie koffie drinken? Graag, Jet. Dan zullen we dat maar eerst doen, hè? Kom, maatje. Brilbeer, professor, de koffie is klaar. Dag, Boertuin. Dag, Brilbeer. Wie heb je daar bij je? Is dat een professor? Juist, ja, mijn naam is Knobbel, professor Knobbel. Mag ik u een vraag vragen? Mij een vraag vragen? Wel zeker, meneertje. Vraag dan maar, hoor. Juist, ja, een ogenblik. Al mijn leven, waar is dat? Dat wilde ik u nu juist vragen. Nee, vragen. Ja, Boertuin. Proffie is wat verstrooid, hè, moet je weten. Hij vergeet zelfs waarvoor hij de dingen maakt. En moet ik het dan wel weten? Nou, wel, volgens de prof heeft dat ding iets met landbouw te maken, technisch gesproken. Krijg zo, dus komt hij de boer vragen. Tja, ja, maar ik zou toch niet zeggen kunnen. Zoiets zag ik nog nooit van mijn leven. Tja. Het is een raar ding, hè? Ja, ik heb verstand van techniek, hè? Maar zelfs als vakman zijnde... Nou heeft dat netwerk me alweer te pakken. Laat me los! Laat me los! Krakende krukassen. Wat is dat voor een ontechnische knijper? Ik zou niet zeggen kunnen, maar je kunt er wel mee lachen. Komen jullie koffie drinken? Ja, Jet, we komen, hoor. Straks zullen we dat ding weer bekijken. Kunnen we weer lachen. Nou, mij niet gezien. Dat ding heeft me bonde blauw geknepen. Had hij je weer te pakken? Ja. Brilbeer? Ja, lach jij maar. Ik zou jou wel eens willen zien als je bij je neus werd gepakt. Wat is er, Brilbeer? Ik kreeg iets tegen mijn hoofd. Krakende krukassen. Wie doet dat? Dat doet dat machientje. Wat? Dat prutsding weer? Tja. Ja, het is een mirakels ding, ja. Je kunt ermee lachen. Wat zijn dat voor bollen waar dat ding mee gooit, ze? Ach, mijn leven, dat zijn kaarsen, kaarsbollen. Varembel. Een kaasbol. Hey, hoe is het technisch mogelijk? Hè? Waar haalt dat ding ze vandaan? Juist, ja, nu weet ik het weer. Het apparaat maakt kaas uit hooi. Voortaan zijn er geen koeien meer nodig. Wat? Geen koeien meer nodig? Dus wij zouden Betsy moeten wegdoen? Krek zo, Betsy. Dat zal niet beuren. Ja, maar hoe moet dat dan met mijn uitvinding? Laat hem oliebollen maken in plaats van kaasbollen. Uitstekend. Een uitstekend idee, jeugdige beer. Ja, ja, dat maatje heeft vaak goede ideeën, hoor. Ik stap maar eens op. Oh, wacht even, meneer de Kei, u moet nog afrekenen. 2 glaasjes limonade van 50 cent, dat is dus precies... 90 cent, alsjeblieft. Fratje de Kei, dat hoor ik nu eens net. Wat? Wie? Juffrouw Prizelding? Oh, gunst, wat enig. Onze oude schuljuf.
Dag juf, hoe gaat het? Komt u eens kijken hoe het met uw vroegere leerlingen gaat? Ja, ja, en dan moet ik meteen al merken dat Fredje niet meer kan rekenen. Hoeveel? Is 2 maal 50? Is 100, juf. Juist. En als 1 glaasje limonade 50 cent kost, wat kosten dan 2 glaasjes limonade? Kijk me aan, Fredje. 1 gulden, maar ik vraag 10 cent. Korting, zaken zijn zaken. Uitvluchtjes. Jij bent nog niets veranderd, Fredje. Schrijf jij maar eens 100 keer. Ik moet eerlijk rekenen. Ja, zeg, denk eens, ik kan maar wat hoor. Fredje de keer? Ja, juf. Wat zei je daar? Niets, juf. Niets? Kijk mij aan. Aankijken. Wat hoor ik daar? Neertje, wat valt hier te lachen? Wil jij soms ook strafwerk? Nou, nee, juf. Wel, gedraag je dan. En wat jou betreft, Fredje? Nou, wel heb je ooit. Hij is weggelopen, de bengel. Fredje, Fred, kom terug, onmiddellijk. Fredje, Fredje, waar ben je, bengel? Fredje. Oh, die juffrouw Prizelding. Nog altijd dezelfde. Ik ben ook nog altijd een beetje bang voor haar. Ahoy, Tante Neel. Wat sta je bedrukt te kijken? Is er iets mis? Wel, nee, Brommetje. Maar weet je wie hier zo net was? Onze oude schooljuf, juffrouw Prizelding. En weet je, ze geeft me nog steeds het gevoel dat ik een klein meisje ben dat haar les niet kent. Maar dat hebben we nou toch wel achter de rug. Ja, 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 lach jij maar. Ja, als je dat terug ziet, zul jij wel anders praten. Fred de Kei had ook niks meer te vertellen. Nou ja, Fred de Kei. Maar zo'n zakenpief is niet zoveel mans als een stoere zeebeer. Als die schooljuf mij op mijn kop wil zetten, dan zeg ik gewoon... Wat zeg jij dan gewoon, Brommetje? Kijk me aan. Dag, juf. O, zo. Jij was toch die stouterd die altijd ging vlotje varen op het kanaal? Die altijd met natte voeten thuis kwam, hè? Ja, juf. Ik vaar nog steeds, maar nu op zee. Op zee? Op dat grote water? En dus weer steeds met natte voeten thuiskomen? Schaam je je niet? Ik vaar niet meer op een vlotje, juf. Op de berenboot. Een zakkersgoedschip. Wat hoor ik daar voor een raar woord? Als je wilt vertellen hoe goed dat schip is, dan zeg je zeer goed schip en niet zakkers. Ik wil dat schip van jou wel eens zien, zeg. Breng me erheen. Ja, juf. Dag, Neeltje. Dag, juf. En wie hebben we daar, dat kleine maatje? Ken jij je oude schooljuffrouw nog? Ja, juf. Dag, juf. En wie zie ik daar? De kleine brilletje. Kom eens hier en geef jij juf eens een handje. Ja, juf. Dag, juf. Wat? Ik nu zien. Je handen zitten vol met smeer en vet. Dat was goor. Vooruit, ga ze wassen. Maar, niets te maren. Doe wat ik zeg, anders zwaait er wat. Ja, juf. Brom, ik hoop dat je beter bent in aardrijkskunde dan vroeger. Weet jij waar het domme Dreumeseland ligt? Ja, juf. Dat weet ik exact. Zeer goed. Mooi. Dan vaar jij me daarheen. Die arme Dreumesen hebben nog nooit een schooljuffrouw gehad. Vandaar dat ze dom zijn. Ik ga ze les geven. We vertrekken onmiddellijk. Wel, ja, juf. Bril, we gaan varen. Duik in je dendertent en breng je rateldoos op gang. Ja, juf. Ik bedoel, ai, ai, kapitein. Daar varen we dan, juf. Je ruikt de frisse zeelucht al. Fout. Helemaal fout. Ik ruik geen frisse lucht. Ik ruik een zeer onfrisse lucht. Olie. Een smeer. Dit is geen proper schip. Os aan de haaien, maar ik... Wat heb ik je gezegd? Geen ruwe taal. Ik sta hier toch niet voor de banken te praten. Ik ga alles hier eens een goede beurt geven. Maatje, kom eens hier en help me. We gaan het dek schrobben. Ja, juf. Zakkers nog aan toe. Heb je ooit van je leven? Enfin, later maar. Het dek schrobben kan geen kwaad. Zo, maatje maakt de dek schoon en dan zal ik het stuurwiel eens gaan poetsen. Ga eens op zee, Brom. Maar ik moet de berenboot sturen. Jij moet niets. Jij moet alleen gehoorzamen, anders zwaait er wat op zee. Nou, vooruit. Even dan. Ah, daar knapt het van op.
Nou gaat het weer glimmen. Ah, kijk maar eens hier. Kapitein, kijk daar eens. Juf, laat me erbij. Vlug. Wat voor een toon is dat, zeg. Zou je niet eens netjes alstublieft zeggen? Juf, mag ik er alstublieft bij? Maar dan zakken. Zeer, zeer vlug. Ja, maar niet met je vieze handjes aan dit schone wiel. Ga ze eerst eens netjes wassen. Hossende haaien, ga opzij. Wat moet ik nu horen? Hossende haaien, we raakten die rots. Dat is wat u hoorde. Nou, voorzichtiger langs varen. Daar hadden we bijna schipbreuk geleden. Door uw schuld, juf. Nee, jouw schuld, brutale brom. Als je het schip had schoongehouden en je handjes gewassen, dan was er niets gebeurd. Wat zal ik blij zijn als we de juf kwijt zijn. Hossende haaien, briesende bruinvissen. Krakende krukassen. Nou slaan al mijn stoppen door. Die malle schooljuf stuurt me weg om mijn handen te wassen. En ze gaat de hele machinekamer een soppie geven. Nou, later. Die vetwinkel van jou mag wel eens schoongemaakt worden. Dat kan geen kwaad. Maar als ze maar niet aan de machine zit, want dat kan wel kwaad. Hoor je dat? Er gaat al iets mis. Mijn krukassen kraken. Oh, kijk nou, wat gebeurt daar? Zo, brilletje. Ik heb je machientje netjes schoongemaakt. Helemaal ontvet met een wasmiddel. Je hoort hem nu niet eens meer lopen. Hij loopt ook niet. Hij is heet gedraaid en vastgelopen, krakende krukassen. Ik zal hem gauw een dot vet geven. Maar hij is pas schoon. Eerst je handjes wassen. Oh, wat schobbelt die boot. Oh, wat is dat naar. Ja, juf, als de machine niet draait, is de berenboot onbestuurbaar. We liggen nu dwars op de golfslag. Oh, ik word ziek van dat gewiebel. Ik word heel ziek. Oh, wat erg. Is hier ergens een dokter in de buurt? Nee, juf, de enige die je beter kan maken is Brul. Ah, die goeie Brul. Zijn molentje begint alweer te pruttelen. Nou kan ik de berenboot met zijn kop naar de golven draaien. En dan voelt u zich ook weer gauw beter. Ja, dat is zo. Ha, ik knap alweer wat op. Oh, wat geweldig. Ja, juf, nou ziet u, hè, dat een lik smeer wonderen kan doen. Ja, juf, onthoud dat. Dat zal ik doen, ja. Je bent nooit te oud om te leren. Heel goed, juf. En dan zal ik u nog wat leren over technische dingen. Kijk, het lied van de piefjes en de palletjes. Let goed op, want ik sta hier niet voor de banken te zingen. Ja. Piefjes en de palletjes, de boertjes en de malletjes, daar weet de vakman steeds het fijne van. De piefjes en de palletjes, de boertjes en de malletjes, die geef ik altijd olie uit de kan. Juf! We zijn er. Dat is Domme Druimussenland. Hé, hey, er staan een paar domme druimussen op het strand. Ach, wat schattig. Ze staan op me te wachten. Ze zijn natuurlijk blij dat er eindelijk een schooljuffrouw komt. Nou, ik ga gauw naar ze toe. Zouden die kindertjes echt blij zijn, kapitein? Ik weet het niet. Hossende haaien. Ze zijn wel blij. Luister maar. Dag, juf. We zijn zo blij dat je komt. Het was zo naar om dom te zijn. Wel, we zullen van Domme Druimussenland wel gauw een knappe kinderland maken. Hè? Ik zal jullie leren rekenen en schrijven. Oh, echt, juf? En aardrijkskunde en geschiedenis en tekenen en zingen. Hè? We beginnen nu met zingen. En we zingen zwaaibaar met je berenpoot. Die stapt er mee in de berenboot, de berenboot.
kapitein? Een eiland met allemaal ballonnen? Ik zie het, maatje. Dat is Ballon-eiland. Oh, daar zou ik best eens heen willen en een mooie ballon uitzoeken. Dat kan, maatje. We zijn juist op weg naar Ballon-eiland om een lading ballonnetjes op te halen. Oh, hoi, fijn. Nou, hou het anker maar klaar. We gaan aanleggen. Prulbeer, halve kracht. Halve kracht. Oh, wat een mooie ballonnen. Ja, als je maar niet denkt dat je ze allemaal krijgt. Prulbeer, stop de motor. En daar stopt hij dan. Oei, zullen we meteen inladen, kapitein? Ho, niet zo haastig. We moeten eerst wachten op de ballonist. Oh, dan komt hij al aan, geloof ik. Dag, ballonnen, meneer. We komen ballonnetjes halen. Maar mag ik er eentje voor mezelf uitzoeken? Welke wil je hebben? Deze graag, ballonnen, meneer. Dat is een hele mooie. Deze? Vind je die mooi? Hé, waarom prikt u hem stuk? Omdat het een lelijke ballon is. Ik vind ze trouwens allemaal lelijk. Deze, weg daarmee. En deze, een monster. Os aan de haaien. Hou daarmee op, meneer. Wij komen ballonnen halen en als u ze allemaal doorprikt, hebben we niets meer om mee te nemen. Des te beter. Wie neemt die lelijke rommel nou mee? Kijk maar eens naar deze opblaasfiguur. Rommel, kits, meneer. Lek prikken maar. Nou, u bent een rare meneer. Waarom prikt u al uw eigen dingen stuk? Dag, die dingen zijn niet van mij. Dank je feestelijk. Ik zou die rommel niet cadeau willen hebben. Laat dat. Nee, alleen kans van Nieler. Ga weg. Oh, wat een ramp. Wat een ramp. Die kans van Nieler werkt al mijn kunstwerk kapot. Oh, bent u de ballonist? Wat een ballonist. Ik ben de kunstenaar, de beeldblazer die deze kunstwerk heeft gemaakt. Zo. En wie is die prikpief dan wel? Die hoort hier helemaal niet thuis. Nee, hij kwam op mijn eiland en hij zei dat hij een echte kunstkenner was. En dat hij alles doorprikte wat geen echte kunst was. Zo, en denkt die zakkerse prikker dat hij daarom de boel maar mag doorprikken? Jawel, maar kijk, het ergste is dat hij het wel degelijk kunst is, hè, wat hij doorprikt. Kijk maar even, hier zegt die ballonnen. Zijn die niet mooi? Hè? En van de kleuren? Hè? Ja, erg mooi. Nou, als ik nu mijn lading ballonnen... En kijk eens even naar deze dierenfiguur. De spanning die erin zit, dat doet toch geen beeldblazer me na? Ja, heel mooi. En hier heb ik ook nog een meesterwerk, zeg. Dat heet de losbol. Is dat niet prachtig? Ja, zeker. Maar nu... En is dat geen prachtig beeldblaaswerk? Ja. Maar nou wou ik toch wel eindelijk eens mijn lading ballonnen aan boord hebben. Oh, daar gaat uw lading. Hij prikt alles door, die kunstvernieler. Os aan de haaien. Daar moet die zakken zijn prikken nou toch eindelijk eens mee ophouden. Zeg, wat gebeurt hier allemaal? Wat is dat voor een geknal? Er loopt hier een malle pief rond die ballonnen doorprikt. Daar moeten we een eind aan maken. Ja, zeker. Als u mij daarmee helpt, krijgt u een opblazer. Wat geef je de kapitein? Een opblazer. U krijgt hem, oké. Zeg, hé. Hey. Ja, zeker, echt. En Maatje, heet je toch, hè? Maatje ook. Jullie krijgen allemaal een opblaasstandbeeld. Oh, een standbeeld dat je op kunt blazen. Ja, dat krijgen jullie als jullie een einde maken aan die kunstvernielingen, zeg. Hoor mijn ballonnen knallen. Hoor hoe mijn kunstwerken barsten. De ballonprikker blijft maar doorgaan. Ja, daar moet een eind aan komen. Gaan jullie op hem af en jagen hem hierheen. Ik zal me hier verbergen. En als die aankomt, pak ik hem. Jij alleen? Natuurlijk. Een stoere zeebeer kan het best alleen wel af. Of niet soms. Maar ben je niet bang dat... Ik ben niet bang. Ik ben nooit bang. Onthoud dat. Ik bedoel, ben je niet bang dat hij jou voor een ballon aanziet? Een dikke ballon die hij wil doorprikken? Zo. Dan ziet hij jou zeker voor een ballontouwtje aan, hè? Een dun slap touwtje. Oh, dacht je dat? Prulbeer, kom nou. Ja hoor, ik kom al. Hier moet hij ergens zijn. Hier kwam het geknal vandaan. Ach ja, kijk.
Dan zijn hier alweer helemaal kunstwerken doorgeprikt. Ach, 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 dat kon toch niet zo blijven doorgaan. Ja, maar waar zou die nou toch zitten? Pst, pst, daar is hij, daar is hij. Pak hem, pak hem. Oh, oh. Help, doe me niks. Ik zal je niks doen. Maar dan moet je ook ophouden met dat zakkerse geprik in die ballonnen. Je blijft van mijn kunstwerken af. Kunst, noem je dat. Ha, niets dan lucht met rubber eromheen. Hos aan de haaien, is het nou uit? Wacht, wacht. We sluiten deze prikker op in het ruim. Nou, dan kan hij daar geen trommelend meer maken. Graag, heel graag. Graag? Ja, en neem me dan mee. Weg van dit eiland met al die rommel. Wel, zoals je wilt, kom maar mee. Laden jullie intussen de ballonnen in? Ja, sluit die peer dan maar goed op, want anders prikt je onze hele lading door. Master, en behalve de ballonnen wil ik jullie nog iets meegeven. Een geschenk. Ja, die pief is veilig opgeborgen. Maar waarom laden jullie de ballonnen nog niet in? Waar wachten jullie op? Op jou. Ja, de ballonopblaas meneer wil ons cadeautjes geven. Juist, ja, dat wil ik, ja. Dan komt u mee, dan zal ik ze u laten zien. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Ik heb van jullie elk een kunstwerk, een zogenaamd blaasbeeld gemaakt. Nou, hè? Hoe vinden jullie ze? Zijn ze niet schitterend? Ja, schitterend. Ja, vooral die opgeblazen figuur van de kapitein. Sprekenbrom. Brilbeer. Ja, ze lijken sprekend. Ja. En let nou toch eens goed op de vormgeving. Ah, die ronde vormen van de kapitein, die zijn... Brilbeer. Wat dan vindt... Vindt u ze niet mooi? Ik dacht dat u blij zou zijn. Dat ben ik ook. Ze zijn mooi, prachtig. Ja, maar laten we nou gauw alles inladen. We gaan varen. Mag die prik meneer er nou uit? Als die maar niet in de lading prikt. Ik zal het hem zeggen, kapitein. Kom er maar uit, prik meneer. Maar dan mag u niet in de ballonnen prikken. Dat zal ik niet doen. Maar dan moet ook niemand zeggen dat het kunst is. Als iemand rommel kunst noemt, wil ik het doorprikken. Maar er is één figuur bij die wel kunstig is. Brilbeer! Bedoelt hij deze? Die lijkt op hem. Hey! En nou lijkt hij nog meer op Brilbeer. Een slap Janus, die is flauw gevallen. Dit was het einde van dit verhaal. Zwaai nou maar met je berenpoot. Maar er komt weer een nieuw avontuur. Weer met de berenpoot. Met zeven beren, klein en groot. Met beren met een berensnoet. Ze varen beren goed. En Brom, de kapitein, zat aan het stuur. Zo varen ze weer naar een ander avontuur. Ahoy, de berenboot is aan. Nu kunnen we beginnen gaan. Hard? Ja, maatje, zo'n plotselinge windstoot komt in deze streken wel meer voor. Maar is dat niet gevaarlijk? Nee, niet als een goede zeeman aan het roer staat. Een goede zeeman is op alles bedacht. Hoe hem. Oh, Brilbeer heeft even wat aan te merken. Wou jij soms beweren dat ik geen goede zeeman was? Dat zou ik niet durven zeggen. Maar je kunt niet op alles bedacht zijn, hè? Dat is technisch onmogelijk. Oh, is dat technisch onmogelijk? Nou, ik durf zeggen dat hier op zee niets kan gebeuren waar ik niet... Hos aan de haaien.
Wat krijgen we nou? Wat is er, kap? Zeg, heb je voor de verandering een hoge hoed opgezet? Nee. Die is maar aangewaaid. Hij kwam met die windstoot mee en... Hey, hoor je dat? Ja, ik hoor het ook. Gekakel, hè? Hey, het komt onder die hoed vandaan. Wat zit daaronder? Kijk nou, die hoed die heeft een ei gelegd. Een ei? Ja, pas op! Ah, zonde. Nou is die gebroken. Had dan ook even je hoofd stilgehouden. Ja. Je kan me wat. Ik ben geen eierenrekje. Zit er soms nog iets in die hoed? Nee, niks. Geen kip. Hier, kijk maar. Zo leeg als mijn portemonnee. Hé, zeg, heb je het ooit zo zout gegeten? Waar kwam dat nou opeens vandaan? Uit die hoed. Dat zag je toch? Ja, maar ik zag ook dat hij eerst leeg was. Hoe kan er nou zoveel spul uit een lege hoed komen? Dat is technisch onverklaarbaar. Nou, breek mijn klomp. Moet je zien. Nou ligt er opeens weer een ei in. Wat raar. Hoe komt dat ei erin? Ja, hoe? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Mag ik dit ei eens zien? Geef het mij eens. Goed, hier, hou je hand maar op. Nou, geef het dan. Dat is helemaal stug. Het ei is verdwenen. Maar dat kan toch niet? Nee. Technisch miskeken. Kan dat ook niet, maar... Criminelen. Nou zit er een assortiment van konijn in. Weg is die weer. Os aan de haaien. Houd dat gegoochel nou nooit op. Ja, kapitein. Dat is het natuurlijk. Wat is wat natuurlijk? Goochelen? Dat is vast de hoed van een goochelaar. Ja, kan ik wel eens gelijk in hebben. Maar waar kwam die goochelaarshoed vandaan? Met die windvlaag. Ja. Dat die met die windvlaag mee kwam, weet ik ook wel. Maar waar vandaan? Hier op zee lopen geen lui met hoeden rond die af kunnen waaien. Ik denk dat die van dat eiland daar kwam. Welk eiland? Daar, aan bakboord. Ja, ik geloof dat je gelijk hebt, maatje. Ja, op dat eiland loopt nou vast een goochelaar naar zijn hoedje te zoeken. Ah, wat zielig. Kunnen we die hoed niet even terugbrengen, kapitein? Terugbrengen? De berenboot is geen opvangcentrum voor weggelopen hoeden. Ah, doe nou, kapitein. Nou, vooruit dan maar. Eigenlijk is het onzin om helemaal naar dat eiland te varen voor een hoed. Maar het is toch zielig als die goochelaar zijn hoed niet terugkrijgt? Die heeft hij vast nodig om goed te kunnen goochelen. We weten niet eens of daar wel een goochelaar zit. En of dit wel een goochelhoed is. Nou, als dit geen goochelhoed is. Kijk eens wat er opeens in zit. En nou is het weer weg. Ja, het is een zakkersrare hoed. Nou, vooruit dan maar. Dan zullen we maar eens op dat eiland kijken. Brulbeer, halve kracht. We gaan aanleggen. Komt voor de warme bakker. Zeg, maatje, geef mij die hoed nog eens even. Ik zou best eens een goochelkunst willen leren voor we hem terugbrengen. Alsjeblieft, Brulbeer. Nou, geen spelletjes, Brulbeer. Let op. Maatje, naar de boeg om het anker uit te werpen. Ai, ai, kapitein. Brulbeer, stop de motor. Brulbeer, hoor je me niet? Stoppen, zei ik. Stoppen. Brulbeer. Ja, ik zit hier met een moeilijkheid. Een verwikkeling, technisch gesproken. Stoppen. Dat probeer ik al, maar... Is toch gelukt? Wat geluk? Os en de haaien. Weet je niet eens meer hoe je de motor moet stoppen? We zaten bijna op de wal. Maatje, gooi het anker uit. Ai, ai, kapitein. Zo. En nou wil ik toch wel eens zien wat er met onze machinist aan de hand is. Je staat er versierd op, Brulbeer. Maatje, kom eens kijken. Leuk hoor. Help me liever. Ach, wat leuk, wat een lol. Maar hoe is dat nou gekomen, Brulbeer? Dan vraag je dat nog.
uit die hoed natuurlijk. Daar kwam opeens en de touw met lappies eruit. Ja, je had het technisch niet voor nodig. Als jullie uitgelachen zijn, kunnen jullie me dan even helpen? Ja hoor, kom maatje, even brulpeer afwikkelen. Zo brulweer, je bent weer vrij. En nou al land. Vergeet de hoed niet, brulbeer. Ik raak dat gekke ding niet meer aan. Dan neem ik hem wel. Kom, daar gaan we. Wel, wel, wel. Een echt goocheleilandje zo te zien. En dit is dan zeker de goochelaar van wie de hoed is. De grote Hoedien. Haaien. Zagen jullie dat? Die speelkaarten veranderden opeens. Hoe kan dat nou? Ja, hoe? Ik heb geen verstand van goochelen. Dat is vast weer een streek van die goochelhoed. Hoe kan nou een hoed? Hola, daar gaat hij. Pak hem, brulbeer. Ja, pak hem, ja. Maar dan moet je me eerst eens even zeggen waar die is. Hij vloog achter dat aanplakbiljet vlak van je neus. Ja, dat kan wel zijn. Maar hij ligt er niet meer. Nee hoor, hij is weg, verdwenen, Fuji. Nee, hij kan toch niet zomaar opeens weg zijn? Ja, het was ook geen gewone hoed, maar een goochelhoed, technisch gesproken. En op een goocheleiland kun je rare dingen verwachten. Nou ja, laten we maar weer aan boord gaan. Al dat gegoochel, daar kan ik met mijn pet niet bij. Hoss aan de haaien, mijn pet. Nou begint mijn eigen goede pet ook al. Houd hem, brulbeer. Hij komt jouw kant op. Ja hoor. Ja, ik krijg dat petje wel. Ik kan goed keepen. Hier komt hij niet langs. Criminelen. Hoss aan de haaien. Ah, wat heb jij een harde schedel, zeg. Ik kan begrijpen dat een pet daar niet op wil zitten. Ja. Nou, geen flauwe grappen. Waar is mijn pet gebleven? Hier is uw pet. Huh? Wie riep daar? Ik. Wie is ik? Waar is ik? En wie ben ik? Ik ben de grote goochelaar. De grote goochelaar, Odin. Let nu goed op en al uw klaar. Zoiets is nooit meer te zien. Daar gaat ie kijken. Ja, dat is allemaal geweldig. Maar geef me nou eens mijn pet terug. Hier die pet, hier die. Rissende bruinvissen. Waar is hij nou opeens gebleven? Zo'n zakkers heb ik er nog nooit meegemaakt. Maar het ergste is nog dat die goochelpief met mijn pet is verdwenen. Oh, die pet is weer terug. Wat, hè? Os en de haaien, is het nou uit met dat zakkerzige goochel? Ik schrik me wild. En waar is mijn pet? Op uw hoofd. Op mijn hoofd? Kijk maar. Wel, wat zeg je me daarvan? Daar is mijn eigen goede pet weer. En ik heb er niks van gemerkt. Ja, bij de grote Odin sta je altijd voor verrassing. Ja, wat staan jullie daar nou te lachen? Ach, die kap, daar staat je beeldig hoor. Waar heb je het over? Heb je nooit een eerlijke kapiteinspet gezien? Maar u hebt nou wat anders op uw hoofd. Merkt u dat niet? Iets anders? Os en de haaien, wat is dat nou voor een goochelstreek? Maar nou heb ik er genoeg van. Het komt nou mijn pet uit. Je pet? Zeg maar liever je hoedje. Zeg jij. En jij, zakkense goochelpief. Jij geeft me dadelijk mijn pet terug of je krijgt een dreun van een zeeweer. Maar nou is die alweer verdwenen. Dat is toch om je pet op te eten. Neem liever een hap van je hoedje. Brilbeer, als je nou niet... Die brilbeer. Wat is die grappig? Grappig? Ja, ik kan wel eens leuk uit de hoek komen, hè. Ik heb gevoel voor humor, technisch gesproken. En als ik de kapitein zo zie staan met dat gekke hoedje op...
Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Krakende krukassen. Nou heeft die ontechnische peer mij ook al zo'n malle muts opgegoocheld. Maar dat neem ik niet. Ik heb mijn pet vol van dat gegoochel. Ja zeg, hou nou maar eens op met die giebele geintjes en geef onze petten terug. Ik heb geen zin om nog langer eruit te zien als een wandelende bloempot. Eh bien, doe dan wat ik zeg. Kom naar mijn voorstelling en alles komt terecht. Dus volg mij. Ja, om ons weer voor schut te zetten. Ja, je kan maar wat. Ik zou toch wel eens willen kijken. Hij goochelt geweldig. Nou, jij hebt makkelijk praten. Hè? Hij heeft jou geen bloempot op je hoofd gegoocheld. Ja, het was wel flauw om jullie zo te plagen. Met die malle mutsen. Maar hij zei toch dat hij het weer goed zou maken als we naar zijn voorstelling gingen? Ja, dan moeten we daar maar heen. Ik heb geen zin om nog langer rond te lopen met een dameshoed. Nou, vooruit dan maar. Hé, je hebt je eigen pet weer op. Wat? Mijn eigen pet weer? En jij ook? Criminelen. Hoe is het technisch mogelijk? Hoe het mogelijk is, weet ik niet. Maar nou dat het weer in orde is, wil ik naar mijn schuit terug en weg van dit zakkerseiland voor er weer rare dingen gebeuren. Mijn idee. Hé, jammer. Ik had het wel leuk gevonden om... Bril weer. Wat is er? Je hebt weer een bloempot op. Ja, Brilbeer. Het zit je niet mee, hè? Je houdt het technisch niet voor mogelijk. Grappig, hoor. Maar je lachte niet toen je zelf... Die kop. Nou zit je zelf ook weer in de bloemetjes. Wat? Ik ook? Hossende haaien. Nou moet dat toch afgelopen zijn? Laten we dan doen wat die goochelaar zegt. Naar zijn voorstelling gaan. Ja. Geloof dat er niets anders op zit. Nou, dan gaan we daar maar heen. Kijk, de kapitein heeft zijn pet weer terug. Nou, dan ik ook maar weer. Hoewel het me niet lekker zit dat die goochelpeer ons dwingt. Welkom, welkom. Weer publiek, u zult nu zien wat u nog nooit hebt gezien. Ik stel u voor aan de grote Odin. Ik ben de grote goochelaar. De grote goochelaar Odin. Let nu goed op en al uw klagen. Zoiets is nooit meer te zien. Daar gaat ie, kijk maar. Nu groeit er een plant aan. Die groeit en die groeit maar. Is dat nou niet wonderbaar, waar dat doe ik toch zomaar. En nog ben ik niet klaar, dus opletten maar. Et voilà. Ik ben de grote goochelaar. Huh? De grote goochelaar Odin. Let nu goed op en houd u klaar. Zoiets is nooit meer te zien. U ziet hier azen. Dat worden nou hazen. Nu bloemen in fazen. En nu komt het wonder, 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 wonder. Kijk maar. Let ook op die plantaar. Eén tovige waar maar. Up twee en zie daar. En met dit optreden van de grote, wonderbaarlijke Odin eindigt vandaag dit programma. Nog één applaus voor de grote goochelaar Odin. Applaus en bloem. Oei, wat klappen ze voor hem. Ja, maar wie doet dat eigenlijk? Ik zie niemand, behalve ons dan. Allemaal goochelkunsten, maatje, net als die bloemen. Nou, op die manier kun je altijd wel succes hebben, als je voor je eigen applaus en je bloemen zorgt. Maar toch vind ik het erg knap wat die goochelmeneer allemaal kan. Ja, dat kan wel zijn, maar er is nou genoeg gegoocheld. Kom, we gaan terug naar de berenboot. Hola, hola, hola. Jullie gaan nou toch nog niet weg? De voorstelling van de wonderbaarlijke Odine is nog niet afgelopen. Oh, gaat hij nog meer kunstjes doen, goochelmeneer? Niks kunstjes. Ik heb mijn pet vol van kunstjes.
We gaan weer varen. Vooruit. Maar ik wil dat jullie nog even blijven. Oh, wil jij dat? Nou, ik wil dat niet. Wij gaan terug naar de boot en daarmee uit. Probeer het maar. Als ik niet wil, komen jullie niet weg. Dat zullen we dan wel eens zien, hè? Kom, maatje. Kom, probeer. Hey! Os aan de haaien. We komen weer op dezelfde plaats terug. Wat raar. Hoe kan dat nou? Dat is natuurlijk weer een strijk van die goochelbief. Maar we laten ons niet kennen. Kom, terug de andere kant uit. Daar zijn we weer. Zakkers nog aan toe. Criminelen, hoe is dat technisch mogelijk? Ik heb toch gezegd dat jullie niet weg kunnen als ik dat niet wil. Maar hoe doet u dat nou, goochelmeneer? Aha, dat is een geheim van de wonderbaarlijke Odin. Maar als die wonderbaarlijke Odin nou niet ophoudt met zijn strijken, zal ik hem eens een paar wonderbaarlijke sterretjes laten zien. Zakkers nog aan toe. Is dat de dank dat we je hoed hebben teruggebracht? Die hoed heb ik zelf naar jullie toegestuurd om jullie hierheen te lokken. Wat? Ah. Ik zie schepen voorbij gaan. Maar nooit komen ze hierheen. Niemand komt kijken naar de wonderbaarlijke Odin. Ik wil publiek. Ik wil applaus. Ik wil een bloem. Nou, die krijg je toch? Je goochelt het zo bij elkaar. Maar het is niet echt. Ik wil echte publiek, echt geklappen, echte bloemen. Maar niemand komt naar me kijken. En die kogel toch echt goed. Nou, nou, kom nou niet te huilen, hoor. Je kan reuze goed goochelen. Onthoud dat. Maar niemand ziet dat. Er komt nooit iemand op dit eiland. Maar waarom blijft u dan hier goochelen, meneer? Ga met ons mee, dan brengen we u aan land. Daar zijn lui genoeg die naar u kunnen kijken. Dat is een goed idee, jonge beren. Als het publiek niet naar komt naar de grote Odin, komt de grote Odin naar het publiek. Ah, dat doe ik. Ah, mag ik met je meevaren, jonge beren? Ho, 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 de kapitein bepaalt wie meevaart. Onthoud dat. En wie is de kapitein? Ik, natuurlijk. Ah. En ik weet nog niet of ik jou wel zal meenemen. Straks goochel je nog het schip onder ons weg. Dat zal ik eus niet doen, dat beloof ik. Het toe, kapitein. Laat die goochelmeneer meegaan. Het is zo zielig als hij hier in zijn eentje zit te goochelen. Nou, vooruit dan maar. Nou, als hij zich maar rustig houdt. Ik wil geen trammeland en troep aan boord. Onthoud dat. Wie sta jij toch zo te buigen en te wuiven, goochelpief? Naar mijn publiek. Hoor hoe ze stampen. Hoor het koruis van hun applaus. Oh. Onzin. Dat gestamp komt van de machine en dat geruis is van de zee. Wacht nog maar even tot we aan land zijn, hè? Dan kun je buigen en wuiven zoveel je wilt. Maar wuiven kunnen we nou al. Dat doen we altijd aan het eind. Nou zeg, vertel mij wat. Dat komt door een wegomlegging. Al het verkeer van de hoofdweg dendert nou langs mijn huis. En blijft dat voortaan zo? Nee, zeg, bewaar me.
Nee, die omleiding duurt een week. En dat is toch al langer dan ik kan uithouden. 'S Nachts doe ik geen oog meer dicht. Ik heb dan net het gevoel dat mijn bed op de weg staat. En dat komt er dan ook nog bij. De radio van de buurman. Maar waarom zet je buurman zijn herriekast dan ook nog zo luid aan? Omdat hij zijn radio anders niet kan horen. Wat zeg jij? Omdat hij zijn radio anders niet kan horen. Oh, professor Knobbel, doet u alstublieft die deur dicht. Zo, nou dat is iets beter. Nou kunnen we elkaar nog net verstaan. Juist, ja. Mag ik u dan een vraag vragen, tante? Neel, ik heet nog steeds tante Neel. Aangenaam, mijn naam is Knobbel, professor ja, Knobbel. Ja, dat weten we nou zo langzamerhand wel. Nou, wat wou u vragen, professor? Even denken met het hoofd, juist, ja. Ik wil u vragen of u soms last had van lawaai. Of ik last heb van lawaai? Zakkers nog aan toe. Moet u dat nog vragen? Ja, nou is nogal duidelijk, zou ik zeggen, hè? Daar de herrie van het verkeer, daar de radio van de buurman. Uitstekend. Dus u hoort het lawaai van het verkeer, maar nu doe ik dit. August, heb je ooit? Die herrie is opeens opgehouden. Ik hoor nou alleen nog maar de radio van de... Oh, wat een rust. Wat een zaligheid. Oh, hoe doe je dat, profie? Dat doe ik met dit apparaat, tante Dinges. Dit is namelijk een uitvinding, een geluidsslurper. Geluidsslurper? Bedoelt u dat u met dat ding geluid opslurpt? Een soort stofzuiger, maar die dan geluid zuigt in plaats van stof. Juist, ja. Een uitstekende vergelijking, tante Dinges. Deze trechter zuigt alle geluiden op die uit die richting komen. Dus het verkeerslawaai. En deze zuigt de geluiden uit die richting weg. Dus de radio van uw buurman. Ik vind die uitvinding van u geweldig. Vooral tante Neel zou hem goed kunnen gebruiken. Ja, profie. Zou ik hem een weekje mogen lenen? Dan heb ik eindelijk weer eens een beetje nachtrust. Tja, maar dan heb ik geen nachtrust door dit verkeerslawaai. Wel, prof, vaar dan mee met de berenboot. Op zee is het altijd rustig. Wel, prof, is het hier niet beter dan tussen de herrie van die landrotten? En tante Neel heeft er nou ook geen last meer van, hè, professor meneer? Door die uitvinding van u. Inderdaad, jeugdige beer. Maar ik bedenk opeens dat ik tante Dinges nog ergens voor moet waarschuwen. Waarschuwen? Maar voor dan? Oh, dat ben ik vergeten. Ahoy, tante Neel. Is alles in orde hier? Jazeker, Brommetje. Die herrie op straat is voorbij. Maar zolang het duurde had ik er geen last meer van, dankzij de geluidsslurper van de professor. Ja, die geluidsslurper. De professor zei dat hij je nog ergens voor had moeten waarschuwen. Maar hij was vergeten waarvoor. Oh, wat eng. Kon dat ding ploffen of zoiets? Waar is de professor? Die is naar huis gegaan om uit te pluizen waarvoor hij u moest waarschuwen. En intussen moet ik maar afwachten wat er mis kan gaan. Ja, dat kan ik misschien wel eventjes uitvissen. Ik laat dat maar aan een vakman over. Eens even kijken. De geluidsslurper is nou uitgeschakeld, hè? Ja, de verkeersherrie is afgelopen. En buurman heeft zijn radio niet meer zo hard om. Er valt dus geen geluid meer te slurpen. Juist, ja, dat begrijp ik. Dus met dit knopje zet ik hem aan. En dan zie ik hier nog een palletje. En als ik dat indruk... Os aan de haaien, brilbeer! Wat doe je nou? Ik heb alleen maar een palletje overgehaald. En toen ging die klep open. Wacht even. Dus dat palletje, dat moet terug... Hey, die klep blijft open. Oh, hoe krijg ik die weer dicht? Wacht, ik begrijp het al. Dit is het geluidsreservoir. Ja, hier wordt het opgeslurpte geluid verzameld. Net als de stof van een stofzuigerzak, hè? Technisch gesproken. Ja. Je technische praatjes geloof ik wel. Maar doe die klep dicht als daar die herrie uitkomt. Ja, rustig. Dat probeer ik al.
Oh, nou valt hij ook nog. Nou, Gunst, ja, wat nou? Ja, wat nou? Doe hem in een doos of zoiets. Hier, hier, pak hem in, pak hem in. Kom er weer. Pak die doos en ga mee naar de berenboot. Daar zullen we wel verder zien. Hé, hey, wat is dat? Ik dacht dat er allemaal auto's voorbij kwamen. Nee, nee, dat is de verkeersherrie die door de geluidsslurpen was opgezogen. We gaan dat hele zaakje in zee dumpen. Ja, dan heeft niemand er meer last van. Oh, Jimmy Bril. Kunnen we dat niet bewaren? We bewaren niks van die zakkersherrie. Vooruit, trossen los, start de motor. Criminelen, mijn oren tuiten. Ik zal blij zijn als dat zaakje overboord is. Oh, wacht. Ik moet u waarschuwen dat de slurper elk moment uit elkaar kan knallen. Hallo, hallo. Dit is een goede plek om dat lawaai-ding overboord te zetten. Smijt hem maar een zeebril weer. Komt voor de bakker. Daar gaat ie. Dat lucht op. Nou, nou kunnen de vissen luisteren naar al die... Juffrouw Alida, wat is er? Oh, kapiteintje, ik ben zo geschrokken. Ik lag rustig te slapen in mijn zeebedje en opeens toeterden auto's om me heen en schreeuwde iemand met een gitaar. Oh, zakkers nog aan toe. Dan is de geluidsslurper bij u terechtgekomen. Geluidsslurper? En moet dat dan maar in zee? Moet ik dan maar met al die geluidsrommel worden opgescheept? Met tante Neel kon er toch ook niet meer blijven zitten? Maatje, dat had je beter niet erbij kunnen halen. Ik wens niet opgescheept te worden met het geluidsvuil van die Neel. Ik duik die rommel op en die breng je daar maar weer netjes terug. Zakkers nog aan toe, al die vrouwenpraat. Is juffrouw Alida jaloers op tante Neel? Wil zij u dan ook zoenen? Ja, genoeg daarover. En sta jij niet zo dom te lachen, Brilbeer? Ja, maar is het dan niet fijn voor je... Stil, daar is juffrouw Alida terug. De geluidsslurper is verdwenen. Wie heeft die nou weggehaald? Weggehaald? Van de zeebodem? Ja, wie kan dat nou gedaan hebben? Dat vraag ik juist. Dat heeft Lorelies gedaan. Ze heeft hem meegenomen naar de rots... Ze staat te swingen op dat liedje van Jimmy Bril. Met rock, rock, rock en roll, roll, roll. Zingen, swingen, wat een lol. Nou, als zij gelukkig is met die herrie, moeten we het zomaar laten. Ja, nou kunnen we. Wat is dat? Hey. Een raket met een briefje. Een briefje? Wat staat erop? Er staat op... Waarschuwing. De geluidsslurper kan elk ogenblik ontploffen, professor Knop. Sandaaien, we moeten Lorelies waarschuwen. Lorelies, weg dat ding! Hé, hey, waarom doe je dat? Oei, dat was nog maar net op tijd. Oh, dat was het, maatje. Oh, Brilbeertje, je hebt mijn leven gered. Ik wil je belonen. Doe dat, meid. Als je me maar geen kwalletjes geeft. Dit was het einde van dit verhaal. Zwaai nou maar met je berenpoot. Maar er komt weer...